Ja, mijn medewerkers die mogen er buiten de lijntjes kleuren. In huis wezen staat de persoonlijke zorg voorop. Ik stimuleer dat ook. Als mensen bijvoorbeeld naar buiten willen, dan gaan we bekijken of ze dat aankunnen in overleg met de familie. En dan nemen we een stukje verantwoordelijkheid om die persoon dan naar buiten te laten gaan, wat hij zelf ook wil. Waarbij hij zelf het gevoel heeft een stukje vrijheid te hebben. Ja, ik ben een vertrouwd gezicht op de werkvloer. We hebben een klein huis met 8 bewoners, een klein team. Elke dag ben ik wel op de werkvloer te vinden, waarbij de bewoners zich toch veilig voelen, mij herkennen, en de medewerkers zich gesteund voelen op het moment dat het moeilijk wordt. Ja, iedereen, inclusief ikzelf, moet van zijn fouten kunnen leren. Ik heb een voorbeeld, ik gaf medicatie en ik was vergeten af te tekenen. En ik sta er erg op dat medewerkers dat doen. En ik werd aangesproken op het feit dat ik niet had afgetekend. En dat vind ik ook terecht dat ze mij daarop wijzen. Want we gaan voor kwaliteit. En daar ben ik één van die daar ook voor moet zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. Ja, ik maak alleen professionele besluiten. Dat doe ik in overleg met ons team en een cliëntenraad die zeer betrokken is bij de organisatie, bij Huize Wezep. Op die manier kun je sneller tot een besluit komen en uiteindelijk levert dat een goede zorg op voor de cliënt die hier woont. Ja, ik voorkom te hoge werkdruk bij medewerkers, te proberen te kijken wat er bij de medewerkers leeft. Door te vragen. Als voorbeeld vanmorgen was er een medewerker die voelde zich niet zo lekker. En waarbij ik gesprek aangegaan ben en erachter kwam dat zij het nogal moeilijk vond om hier te werken, omdat ze nog maar net begonnen was. En we hebben daar afspraken over gemaakt.